Acito zit ongeveer sinds 1976 aan de Plesmanweg. En mijn vader heeft het laten bouwen. Je kan je voorstellen dat na zoveel jaar het pand aan vervanging toe is. En dan moet je ervoor kiezen of dat je het daar laat opknappen of daar iets nieuws neerzet. En ik ben op een gegeven moment rond gaan kijken. En toen kwam hier bij Erve Acito op het Vriemsduikplein één kantoorpand vrij. Met exact het aantal vierkante meters wat we nodig hadden. Ja, dan is het gewoon eigenlijk een no-brainer en dan weet je gewoon, dit is het. In het oude pand zit in de hal zitten vissen en mijn vader hield ook erg van vissen. Vissen was zijn hobby, daar vond hij zijn ontspanning in. En ook mijn dochter, die de nieuwe generatie is, houdt erg van vissen. Zij weet elke vis in de zee te benoemen. En ik vond de verbinding tussen die twee generaties heel erg mooi. Daarom hebben we een aquarium in de hal. Daarom is op iedere verdieping een stukje muur met schubben. Vrij subtiel, maar verwijst wel naar de vissen. En ook alle vergaderzalen hebben de namen van vissen. En dat vind ik wel een hele mooie verbinding, nogmaals van de oude naar de nieuwe generatie. In dit nieuwe hoofdkantoor komen collega's te werken die uiteindelijk elke dag bezig zijn met het ondersteunen van de allerbelangrijkste mensen in ons bedrijf. En dat zijn de schoonmakers. Dus denk dan aan het Acito Management Team, aan mensen van de administratie, inkoop, IT, personeelsaangelegenheden, ook wel Human Resources genoemd, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus vanuit hier gaan we zo goed mogelijk ondersteuning bieden aan onze collega's bij de opdrachtgevers in het land. Het gevoel wat ik hoop dat overkomt is echt het Acito-gevoel wat ik ook geprobeerd heb te benadrukken met de inrichting. Dat Acito, de inrichting, het pand is mooi, maar niet over de top en wel erg uitstralen van jongens, doe maar gewoon, blijf jezelf. Maar ik hoop ook dat ze de warmte in dit gebouw en in de mensen terugvinden die een familiebedrijf uitstraalt. Wat ik hoop en verwacht is dat dit pand onze operatie Maxima gaat ondersteunen en het echt een ontmoetingsplaats wordt voor Acito-mensen, voor onze relaties, opdrachtgevers, leveranciers en ook eigen mensen, waarin je op een makkelijke, laagdrempelige manier met elkaar in contact kunt komen. En daar vervult deze omgeving een hele mooie rol in. Alles wat er in dit pand staat is voor hen gedaan. Het pand is aangekocht, het is verbouwd, het is ingericht, het is gestoffeerd en klaar voor gebruik. Maar het allerbelangrijkste moet door de collega's zelf gedaan worden. En dat is dat het bedrijf Acito, de ziel van het familiebedrijf, mee verhuist van de Plesmanweg naar het Vriemsdijkplein. En dat is de allerbelangrijkste opgave. Dat is niet iets wat je in een verhuisdoos kan doen, uitpakken en klaar. Maar dat is iets wat we met elkaar in de komende jaren weer gaan opbouwen. Zodat we daar zeker mee stellen dat de ziel, wat ik al zei, van het bedrijf, het familiebedrijf, niet verloren gaat.